Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Er ligt een wolkenveld over Nederland waar vooral uit het uiterste noorden wat regen uitvalt In de rest van het land is het overwegend droog. In het zuiden schijnt af en toe de zon vanochtend. In de loop van de ochtend kan er wel een enkele bui ontstaan vooral in het zuidoosten en zuidoosten. In het uiterste noorden kan de regen wat langduriger zijn. De neerslag hoeveelheden lijken voor ons nog niet heel groot. Vanmiddag worden het 20 tot 21 graden in 22 misschien in het zuidoosten van het land met een gelijke verdeling wat wolken en zon betreft hier en daar een enkele bui. In avond begint de neerslag zich van het noorden uit langzaam uit te breiden en in de nacht regent het geruime tijd op steeds meer plaatsen. Ook morgenochtend is het nog een tamelijk natte boel, maar in de middag wordt het droog en begint het van het westen uit op te klaren. Als het eenmaal opklaart, kan het nog 18 tot 20 graden worden, in de regen is het minder warm. Voor zondag staan een paar buien op het programma, maar er zijn ook zonnige momenten met een temperatuur tussen 18 en 22 graden. En na het weekend lijkt de temperatuur wat makkelijker net boven de 20 graden uit te komen. Het blijft wel licht wisselvallig met zonnige momenten, maar soms ook een enkele bui. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.